alweer. Zo ga je van nul uploaden naar in één keer twee weken dagelijks. En echt, in de afgelopen weken hebben wij het over alles en iedereen gehad. Vanaf King Alert tot de Slinkse Reiger, Dylan Haag, Eentje Peter, Mertabi. Ik dacht vandaag bij mezelf, wat is nog nooit gedaan op YouTube? En wat nooit gedaan wordt op YouTube is over jezelf praten. Want er is echt een tekort aan YouTubers die over zichzelf praten. Dat gaan wij doen vandaag. Het valt me gewoon heel erg op dat ik 2 maanden geleden out of the blue terug was. Stomme is ook dat jullie mijn huisje hier zo al best wel vaak hebben gezien, maar je hebt hem nog nooit gezien. Hebben jullie ooit mijn keuken die daar zo? Kijk, wat een mooi keukentje daar, kijk dan. Daar zo bij mijn vinger ook nog een trap naar boven. Hierboven zit een stuk. En zodra we onze nederlaag hebben gepakt op feed, komt er nog een house tour video online. Ik heb ook al een nieuwe Banjo Town reunie-achtige serie, maar dan zonder Banjo Town en een hele goede oude vriend van mij. 3 afleveringen. Nee, het is niet Snap King of Femke Louise. Edit naar de Fashion Week. En ik als de internetgeneraal zeg tegen jullie dat we ervan uit moeten gaan dat we hebben verloren. Eerst dachten we dat we nooit genomineerd konden worden. Dan moeten we nu niet gaan denken dat we 2 awards echt kunnen winnen. Wel kreeg ik nog 1 reactie van de Slinkse Reiger. Wel dapper dat je met mij de confrontatie aan wilde gaan voor beste serie. Oh, wacht. Oh, het zou een prachtig slot zijn. I'm game. Slinkse Reiger, als je dit ziet, het is nu woensdag. Mijn voorstel is het volgende. Ik kom donderdag of vrijdag bij jou langs, zodat wij, jij en ik allebei, een dubbele winkans hebben op 4. Stel jij wint, dan ga ik juichen. Stel ik win, dan ga jij juichen. En daarnaast is het ook een leuke confrontatie. De meest gestelde vraag die ik eigenlijk binnen heb gekregen in de laatste dagen is vrij simpel. En dat is, Bardo, waar leef jij van? Nou, ik doe 4 dingen met mijn leven. De eerste is dit waar jij naar kijkt, YouTube. Ik heb 2 weken achter elkaar non-stop geüpload. Ik heb er ongeveer €250 mee verdiend. Voor 2 weken vol werken, €250 krijgen is veel te weinig. Dus wat ik ook doe is werken met kinderen. Ik komen kutopmerkingen van. Ik kom wel eens op basisscholen, middelbare scholen en bibliotheken langs om een workshopje te geven. En ik kan de kinderen vertellen over creativiteit. Nutriant! Alle Banjo movies die wij maken zijn gemaakt volgens de Bijbel. Dus jullie gaan nu weer doneren? Ja. Nou, top, gaan we doen. Wij bij Banjo Movies zouden nooit schelden of vloeken in een video. Jij wordt mijn bitch. Bitch? Ik heb de tas! Ik heb de tas! Oh ja. Maar even serieus, we praten dan dus over creativiteit, het ontstaan van YouTube, op een school, bij een bedrijf, in de bibliotheek. Het derde wat ik met mijn leven doe is samenwerken met Dionne Onnedie. Samen met haar zit ik 1 dagje per week aan een tafel te werken en te brainstormen over leuke video-ideeën. Ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld de zeemermin een staart kunnen doen voor haar kanaal. En vlak daarna hebben we een hele jurk gemaakt van slime, oftewel een slimejurk. En als je goed zoekt op het kanaal van Dionne, dan zie je hem ook gênante dingen doen waar je niet blij van wordt. Nee, oh nee, die vindt het. Nee. Ik moet vaker Nicky tutorials opvolgen. Ik ook, waarom heb ik nog nooit eerder dit gedaan? Mocht je meer Bardo willen of meer Dionne willen, check het kanaal van Dionne. En op de 4e plek is er een hele, hele speciale samenwerking. En dat is met Bas van Teylingen. Samen met Bas maak ik Next Level Heroes. De allereerste Nederlandstalige geekshow. Alles geeky komt daarin voorbij. En ik zweer het je, mijn allereerste dag samenwerken met Bas sprongen we een vliegtuig in naar Los Angeles om de cast en crew van The Walking Dead niet alleen te interviewen, maar ook daadwerkelijk te ontmoeten. En dan praat ik over iedereen. Daryl Dixon, de zuipschuit van het ene videospel. Michonne, die later in Infinity War speelt. En zelfs Negan deed mee. I'd want it to be a puppy and then we'd figure out how to train it. En geloof mij, Negan is echt een knuppel. Snap je? Ik stond er ook te chillen met Bas en wie komt er in één keer voorbij lopen? Jacob Kowalski van Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ik zweer het je, die gozer is zo fucking chill. I can like reenact like Princess Bride stuff with him. I think we have a winner here, man. Vanwege de jetlag kon ik niet slapen en Bas al wel, dus die sliep. Ik ging midden in de nacht LA in om vrienden te maken en dat is gelukt. En de volgende ochtend ging ik nog met Bas Hollywood Boulevard verkennen. Holy shit. Eerst moest ik hem zoeken en liepen we door een souvenirwinkeltje heen. Bas! Oh. Kijk. Oh! Kan het deurtje ook open? Het kan open. Oh, die kan wel open. Ja, het is echt uitgelopen. Top. De Steampunk King. Dat hebben Daryl Dixon trouwens. Van gisteren. Spider-Man.
Dat is echt spijt. Oh, mooi kontje heeft hij ook in de broek. Look around the entire store, guys. You don't want to miss anything. Woo! Dit is zo commercieel. $5. Je moet gewoon iets kopen. Ja, is het goed? Ja, zo $5. Alle handtekeningen van de sterren. Er staat nu op Star Trek trouwens. Sta ik op Star Trek? Oh, sorry, yeah. Sorry. Past die? Ja, ik heb hetzelfde maat als Sylvester Stallone. Hey! Daar kwam Quentin Tarantino. Waar, Steven Seagal. Ja. Michael Jackson. Oh, wow. Kinderhandjes erbij. Oh ja, heel veel. Oh, dat is een beetje dubbel nu. Jij staat nu op Darth Vader. Oh, nou, ik voel me vereerd. Zal ik je dat zeggen? Ik voel me vereerd. Ik weet niet wat hier is, Bas, maar ik vind het er mooi uitzien. Ik ben opeens heel erg geïnteresseerd in de architectuur. Ja, over het zand langs de... Misschien is het een soort filmset. Dat is toch leuk? Thijsje! Ja. Gewoon drie Nederlanders gewoon. In één shot. L.A. De bel gaat. Ja. Kunnen de moeder van Bardo Ellen zich ophalen uit de ballenbak? Kunnen de moeder van Bardo Ellen zich ophalen uit de ballenbak? Eindelijk het ontbijtje. Oh, food. Ja, dit is wel de lekkerste burger die je kan krijgen in Amerika altijd. En daar sta ik nog steeds achter. Die krengen zijn zo verdomd lekker. De eerste keer dat ik in Los Angeles was, nam een Rus mee naar In-N-Out Burger. En het was de lekkerste burger ooit. En nu ik eindelijk weer in Los Angeles was, moest ik er weer naartoe. Maar nu met Bas. LA is gewoon één groot pretpark. En alles in dat is decor. Kijk nou daar, de Döner King. Allemaal zo, alsof je in een decor staat. Een soort Breaking Bad wat we daar zien ook. Maar je wil het wel zien. Sick. Ja, we moesten helemaal niks hebben zien. Helaas, we moeten ons vliegtuig halen, anders hadden we nog een tour gemaakt langs de huizen van de sterren. Heb je op het knopje gedrukt trouwens voor de... Oh. En nogmaals, dit was mijn allereerste dag voor Next Level Heroes. Mocht je nou van films en games houden, check Next Level Heroes, linkje bovenaan in de beschrijving. Aankomende zaterdag is de Feed Award. En ik weet nog steeds niet of Banjo Town erheen gaat of alleen Jamal, ik heb geen idee. Zaterdagochtend en de hele zondag ben ik gewoon op de Dutch Comic Con. Dat wordt echt episch, want bij de vorige Dutch Comic Con had ik achter de schermen een interview met een van de tofste personages uit mijn favoriete serie, namelijk Bronn uit Game of Thrones. En Bronn is bijna exact hetzelfde in het echte leven. Hij likes to drink, you know. Of course. Of course I have to, you know, I can't drink like Bronn. But he likes to sing and have a good time. Wat een hel. Ziet er misschien heel leuk uit, maar geloof me, ik knapte uit elkaar van spanning. Ik zat gewoon met een shaky handje hem daar op te wachten. Kijk, het stomme is dat ik zit hier ook gewoon met mijn Pokémon dingetje, hè. Ik zit hier met mijn Pokémon dingetje om een van de tofste gasten aller tijden te gaan interviewen. Ik heb al ooit Kevin Hart en Josh Gad, dat is Olaf uit Frozen, gesproken. Hallo friend, de Jess, even in de Jess. We komen er weer aan. Maar Game of Thrones zit daar zo ver boven. Ik was zo gespannen als een klein jongetje die op Enzo Knol wacht. En dit wat je nu hier achter mij ziet is waar ik dus nu leef. De Make Mario Great Again campagne is niet verzonnen om te stoppen met YouTube. Hij is juist verzonnen om verder te gaan met YouTube. Te lachen met zowel de oude vrienden als de nieuwe kijkers. Zolang je maar dit kleine beetje zelfspot hebt. En we gaan ook na Feed doorstrijden om Banjo weer great te maken. Banjo Legioen, dank jullie wel. Cameramannen Christian, Teun, Giovanni en Kars. Dank jullie wel voor het meehelpen. En vond jij de afgelopen 2 maanden al vet? Nou, het is nog maar het begin van 2019. Moet je nagaan wat eraan gaat komen. Verdomme.